Terwijl Jan Wouters nog aan het wennen is aan het hoofdtrainerschap, komt er ineens een voetballer aangelopen die we al lang niet meer hebben gezien op het trainingscomplex. Jacob Lenski is terug uit de afkikkliniek waar hij de strijd aanging met zijn alcoholprobleem. En het gaat goed met Lenski, die de afgelopen weken in alle rust heeft doorgebracht op een eiland in de Caribische Zee. Of course it's an ongoing thing because it's not, you know, 5 weeks and then suddenly you're cured, you know. It's just something I'll have to deal with and keep an eye on and yeah. Lenski heeft een lastige tijd achter de rug. Door zijn alcoholprobleem stond zijn hele leven op zijn kop. The effects of it branch out into everything, you know. It's not just work, it's personal life, relationships, it's everything. Maar hij is terug. Na 5 weken maakt hij zijn rentree op het trainingsveld. Aansluiten bij de groep is nog een beetje vroeg, maar Lenski wil zo snel mogelijk fit worden. It feels good, you know. I feel doing some running here and getting back into training. It feels good. You never thought about giving up? No,